Voorzitter, in 2010 ontwikkelde de Rockefeller Foundation, een van de meest invloedrijke NGO's ter wereld, een aantal scenario's voor de toekomst van technologie en internationale ontwikkeling. Dit rapport. En in dit rapport beschrijft de Rockefeller Foundation het zogeheten scenario lockstep over de komst van een wereldwijde pandemie en de nasleep ervan, 2010 dus al. Volgens dit scenario, en ik heb het dus hier bij me, zouden de Chinezen als eerste gaan beginnen met verplichte quarantaine voor alle burgers, is een citaat, en onmiddellijke en bijna hermetische afsluiting van alle grenzen. Nationale leiders over de hele wereld zouden hun gezag verstevigen met wetten, regels en beperkingen van het verplicht dragen van mondkapjes tot lichaamstemperatuurcontroles bij ingangen van treinstations, vliegtuigen, gebouwen. Komt allemaal hierin voor. Maar daar houdt het niet eens mee op, want volgens scenario lockstep staat ons nog veel te wachten. Zelfs nadat de pandemie voorbij was, zo schrijven de onderzoekers, bleef de autoritaire controle en het toezicht op burgers en hun activiteiten en werd het zelfs nog geïntensiveerd. In dit rapport uit 2010 wordt zelfs al gezinspeeld op klimaatlockdowns, precies waar ze nu ook al over beginnen in onze tijd. Ik citeer, om zichzelf te beschermen tegen steeds mondialer wordende problemen van pandemieën en transnationaal terrorisme tot milieucrisis en toenemende armoede, namen leiders over de hele wereld de macht steviger in handen. Het rapport voorzag ook goed hoe burgers op alle maatregelen zouden reageren. Helaas, zeg ik daarbij. Net als nu staan mensen te juichen als ze gevaccineerd zijn. Foto's van hun geprikte arm op sociale media, staat allemaal in dit rapport. En smeken ze om een coronapaspoort, voorzagen de schrijvers van het scenario lockstep, zoals ik zei. De meer gecontroleerde wereld vindt dus, zo voorspellen zij al in 2010, veel acceptatie onder de bevolking. Burgers gaven vrijwillig een deel van hun soevereiniteit op en hun privacy in ruil voor meer veiligheid en stabiliteit. Burgers waren toleranter en zelfs gretig om meer top-down aansturing en toezicht te krijgen. Nationale leiders hadden meer vrijheid om orde op te leggen op manieren die zij zelf geschikt achten. Dat dit zou leiden tot een digitaal paspoort hadden de auteurs van het Rockefeller Foundation rapport ook al voorzien. In 2010 kon de Rockefeller Foundation de huidige technologische stand van zaken natuurlijk nog niet helemaal letterlijk voorspellen. Maar toen dachten zij al wel dat het verscherpte toezicht zou leiden tot een biometrisch ID voor alle burgers. En dit zit inmiddels in onze papieren paspoorten. Het digitaal vaccinatiepaspoort is daar alleen maar een aanvulling op. Pas 13 jaar na de pandemie zou het publiek volgens de Rockefeller Foundation doorkrijgen dat ze belazerd zijn, genoeg krijgen van de controle en de absurde machtsfantasieën van de heersers. En voorzitter, ik hoop toch zo dat de Rockefeller Foundation op dat punt ongelijk gaat krijgen. Al hun voorspellingen zijn uitgekomen, maar ik hoop dat ze hier echt ongelijk krijgen. Dat er een punt komt dat wij wakker worden. Dat we inzien dat dit een collectieve psychose is. Dat het op slot gooien van het hele land, de halve wereld, gedurende anderhalf jaar vanwege een griepvariatie krankzinnig is. Dat we rondlopen met die lullige, niet werkende mondkappen. Dat we ons houden aan die volstrekt onzinnige afstandsregels. En onze bedrijven, onze sociale levens stuk hebben zien gaan. Dat we prima eerste lijns medicijnen, zoals ivermectine, tegenhouden. Alleen om die experimentele injecties de status van toegelaten vaccin versneld te kunnen geven. Dat we kletsen over, de besmettingen lopen terug. Terwijl dit vorig jaar natuurlijk ook gebeurde, zoals dat elk jaar gebeurt. Zoals er straks natuurlijk met de herfst weer nieuwe besmettingen komen, zoals dat altijd gebeurt. En we doen alsof dat door corona komt, terwijl wat we vroeger de griep noemden, schijnbaar geheel zou zijn verdwenen. Maar het belangrijkste, en dat zijn mijn afrondende woorden, dat we inzien dat met als voorwendsel een of andere hysterie over deze Chinese griep een infrastructuur is opgetuigd die op elk willekeurig moment, wegens elk willekeurig voorval, opnieuw kan worden aangewend. Lockdowns, mondkapjes, afstand houden, niet meer reizen, geen handen meer schudden, belachelijke experimentele injecties laten inspuiten. Deze coronatijd was een gehoorzaamheidstraining. De Tweede Kamer en de regering Rutte hebben die training glansrijk doorstaan. Gefeliciteerd. Klaus Schwab kan trots op jullie zijn. De globalistische plannen kunnen doorgang vinden en de volgende stap richting mass surveillance en totale controle kan worden gezet. Dank u wel.